Hoi allemaal, dit is de Taffy Twist en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je de Taffy Twist armband kunt maken met je fundoel. Laten we beginnen. Denk aan het begin even na welke kleuren je wilt. Kies je basiskleur. Ik heb hier zwart gebruikt. En kies je kleur voor de twist. Ik heb paars, roze en groen gebruikt. En nu ga ik jullie laten zien hoe je hem kunt maken. Dit is wat we gaan gebruiken. Zwarte bandjes voor de rand. Dus je basiskleur. Paars, neongroen en donkerroze voor de twist. We gebruiken telkens 3 tegelijk. Je loom. Ik ga vandaag het laten zien met mijn funloom, maar dat kan natuurlijk ook gewoon met je rainbow loom. En een CFS clip. Ik ga vandaag een S clip gebruiken en allerlaatst een haaknaald. Ik vind een metalen haaknaald erg fijn werken. Oké, voor het begin. Zoals als je een funloom hebt, dan weet je het vast al. Een funloom heeft 4 rijen naast elkaar en de rainbow loom maar 3. En de funloom heeft 15 pinnen achter elkaar en de rainbow loom maar 13. En we hebben er ook maar 13 nodig. Dus we slaan deze... Wacht, ik zal het even laten zien met mijn haaknaald. We slaan deze 2 rijen over en we gaan op dit pinnetje beginnen met je basiskleur. En die doe je naar links. En druk het vast naar beneden. En dan pak je nog een keer je basiskleur naar rechts en druk het ook vast naar beneden. Nu gaan we naar voren werken. Eerst aan de linkerkant tot het ene laatste pinnetje. Probeer het vast even naar beneden te drukken. Of alvast een beetje lager op te doen, zoals ik doe. Oh, er schiet hier een elastiekje tussendoor. Zo, ik ben aangekomen bij het ene laatste pinnetje. En dan gaan we naar rechts, naar het midden. Terug naar het begin. Nu gaan we de rechterkant helemaal tot het einde naar voren werken. En dan op dezelfde manier. Probeer ze vast naar beneden te drukken als je aan het werk bent. Of aan het einde kan ook nog. En de hoek om. Doe degene die ik nog niet naar beneden heb geduwd. Ik druk voor de zekerheid alles even naar beneden. En aan de andere kant ook. Oké, nu gaan we verder met de twist. Ik gebruik 3 kleuren. Dat is hoe de Taffy Twist bedoeld is. Ik heb alvast gekozen hoe ik mijn kleuren ga doen. Even mijn camera scherp stellen. Als onderste roze, daarboven groen en bovenop paars. Je rekt hem uit, je draait hem, twist hem en dan doe je hem op deze 2 rode roze sleutelgaten. Moet je weer even je volgorde opzoeken. Zorg ervoor dat ze netjes boven elkaar zitten, zodat de armband er nog wel een beetje
leuk dat hij er een beetje nog gelijk uit gaat zien. Twisten. En op deze twee dingetjes. Nu gaat het goed. En de tweede. Uittrekken. Draaien. Deze twee. Pak je kleuren. Uittrekken. Draaien. En op. Ik laat het nog één keer zien. Rustig. Je pakt dus je drie elastiekjes boven elkaar. Je rekt ze een beetje uit. En dan draai je ze. 8. Dus in het Engels twist je hem. En dan zet je hem. Zet je alle drie elastiekjes zo erop. Ik kom zo weer terug. Pak de drie elastiekjes. Boven elkaar. Even kijken hoe ik jullie goed bij kan laten zien. Je draait ze. Dan zet je ze. Deze twee puntjes. Nu komt de laatste. Uittrekken. Draaien. En op de laatste twee. Oh, kijk, nu overlapten de gekleurde, overlapten de zwarte, dat is niet de bedoeling. Ik doe het even opnieuw en ik druk deze zwarte even naar beneden. Ik zet ze er bovenop. En nu gaan we even naar het begin en we drukken alle getwiste elastiekjes even goed naar beneden. Want straks gaan we beginnen met haken en dan moet er nog wel een elastiekje bovenop passen. Dan is het belangrijk dat er nog ruimte over is. Alles is naar beneden geduwd. We draaien het nu om. Ga naar dit pinnetje. Je pakt een zwart elastiekje of de kleur van je basiskleur. Je basiskleur. Doe je erop. Draai je en zet je er nog een keer op. Dan hebben we een capband gemaakt van twee ringetjes. We gaan beginnen met haken. We gaan onder de capband. We pakken het bovenste elastiekje. Gaat over het pinnetje heen. Brengen we naar links. Als het goed is zit je het elastiekje dat naar links moet bovenop. We steken weer in de capband. Pak het bovenste elastiekje. Brengen we naar rechts. Dan gaan we naar voren haken. Bij de vinding is het makkelijker om aan de zijkant te pakken. Ik pak hem dus via de zijkant en hij zit hier nu heel strak. Ja, en hij schiet ook al meteen los. Dus dat is wel erg fijn. Nu ga ik deze hele rij naar voren haken. Kijk, die openingetjes hier achter in de fun loop, deze, hier zo, die dienen voor dus om via de zijkant een beetje aan de achterkant hem te pakken. Aan de achterkant van het pionnetje te pakken. Dan kun je hier een beetje insteken. Ja, nu zit mijn haaknaald onder de elastiekjes. Steekt hier dus in. Steekt erin. Gaat naar de zijkant. Zoekt het onderste zwarte elastiekje. En die brengen we naar voren. Kijk, nu zit er heel veel spanning op. Hij heeft ook geen druppelvorm gecreëerd. Steken we hier weer even in dezelfde. Gaan we even naar achteren en
klikken. Sorry dat ik niet heb gezegd dat ik even de video op stop heb gezet. Ik ben nu bijna bij het einde en ik ga deze laatste paar nog even naar voren haken. Steek erin, gaat naar de zijkant. Als je hem niet kunt pakken, dan pak je hem en over het pinnetje heen naar voren. Nu kun je zien dat bij deze laatste geen druppelvorm is gekomen. Steek hier nog even in, ga naar de zijkant, wrik een beetje los. En hij is mooi terug, hij is mooi geschoten, mooi recht geschoten als een druppelvorm. Steken we hierin, gaan we naar de zijkant, pakken we het elastiekje en brengen we hem naar dit pinnetje. Terug naar de rechterkant. We gaan precies hetzelfde doen. We steken in naar de zijkant. Pakt het onderste. Brengen we naar voren. Sorry, dat moet ik even niet duidelijk zien. Steekt in de zijkant. Pakt de onderste. Brengt hem naar voren. Insteken. Naar de zijkant. Pak hem. En we brengen hem naar voren. En de laatste. Gaat het hoekje om. En weer geen druppelvorm. Even loswrikken. En hij is mooi teruggeschoten op zijn plek. Nu is de armband in principe af. Alleen we gaan hem er nog even afhalen en verlengen. En we gaan hier insteken. Onder alle elastiekjes door. Pak hier basiskleur. Zet hem op je haaknaald en hier. Het is de bedoeling dat je hem door al de elastiekjes trekt. En dat is gelukt. Zet je de andere kant ook op je haaknaald. Dan kun je je armband eraf trekken. Dit gaat niet heel moeilijk. Maar nog steeds wel een beetje voorzichtig zijn. Mijn armband is af. Ik ga hem nu nog even verlengen. Je pakt je bloemen weer bij. Pak je basiskleur. En ik moet even bedenken. Ik heb altijd 8 elastiekjes er nu nog op. Dus dat ga ik even doen. En als je een kleinere pols hebt dan mij, moet je minder doen. En als je een grotere hebt, moet je meer doen. Dat was 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste is 8. Nu draaien we onze loer om. Je pakt je armband. En die gaan we erop zetten. Op deze twee pinnen.
Nu steken we niet in de eerste, maar in de tweede. Pak je het elastiekje en breng je hem naar voren. Dit gaat heel makkelijk. Die zat zo los. Hij schoot er zelfs op. En de laatste naar voren. We deden deze twee elastiekjes even over twee pinnetjes. En dan pak je je CFS-clip. Dan ga je een S-clip gebruiken. En dan doe je de ene kant van de S-clip over deze twee elastiekjes. En als hij erop zit, dan kun je alles eraf trekken. Dit gaat echt heel makkelijk. Dan kun je dit deel nog even uittrekken. En dan gaan we nog even aan de andere kant vastmaken. Vind het mooi om het op die catpen te doen. En dan pak ik de andere kant van mijn S-clip en doe ik die tweede stukjes erin. En dan kun je hem omdoen. Is de Taffy Twist. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer.